Waar zat Schoenmakers? Welke straat? Die zat in de... Even vragen, denk ik. Moet af en toe nou wel een keer denken, hè? Ja. Leeftijd die... Nee, dat snap ik. Waar zat hij nou? In de Geurtjesstraat. En hè, dus zijn ze binnen zien komen en hoe kwamen ze binnen? Ze kwamen binnen op motor, van die auto's. Kwamen ze binnen rijden. Maar vertrekken, dat was wel anders. Dus, ja. Werd op straat, werd er ook gedanst met de bevrijding. Ja, ja. Dat kan ik als kind goed herinneren. Maar toen kwamen er ook twee schotten bij. Die in de rokjes stonden te dansen. Dat kan ik, dat kan als ik iets van Schotland, net als Heerlewee, en dan loopt er Schotland, dan wil ik dat altijd zien vanwege die kleding. En dan een ander verhaal, waar wij heel de buurt helemaal niet wist dat er een gezin was waar Joden ingekwartierd waren. Ach. Na de hand toen wij bevrijd waren, hadden wij hele leuke oranje jurkjes aan. Mijn moeder had lakens geverfd. En wij hebben wel een week lang helemaal in het oranje rondgelopen. Het was wel een beetje koud, het was oktober. Maar we waren er toch heel trots op. Iemand die was vertegenwoordiger bij de meelfabrieken, hè, waar dat bloem vandaan kwam. En die had een autootje en dat stond bij ons in de garage. En toen die ging weg met zijn autootje en ik kom terug en zei: de Engelsen zijn er. Dat was de eerste Engelse Tommy die ik zag. Verder had ik daar geen herinneringen aan. Maar een paar dagen later zie ik dus die Duitse gevangenen genomen. En dan de Tommies, die liepen met pistolen langs, hè, want ze werden bewaakt. Hè? Want het waren krijgsgevangenen. Nou, eigen schuld, dikke bult, die verdomde moffen. Ja. En er zijn dingen waar ik dan toen nog meegemaakt en gezien heb, dat ik nooit meer vergeten heb. Nou ja, ja. Duitsers samengewerkt in de oorlog. Na de hand hebben wij gezien als kinderen dat hij opgepikt werd en op zijn knieën door de straat gevoerd werd met een heleboel mensen erachteraan joelend en juichend. Nadat we de eerste inhaling van de strijdkrachten heraanschouwd, gingen we met vader naar het stadhuis, waar de burgemeester van de Mortel ons al toesprak en bemoedigde om nieuwe leden weer op te pakken en ons in te zetten voor de wederopbouw. Oh, jawel, je werd helemaal gek. Ja? Je werd helemaal gek. Je werd van de angst af. Ja, ja. Heel spontaan en iedereen, net iemand die je niet kende, die vloog je nou ook om je nek. Dat is nou wel zelden als echt met carnaval, hè? Ja, ja. Dat ben ik ook zo spontaan. Maakt het uit wie je dan eens een keer kust. Ja, ja. You are my sunshine, my only sunshine. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Als er een luchtalarm was, moesten wij naar beneden in de gang gaan staan. Maar wij moesten met ons gezicht naar de muur. Wij mochten niet naar de jongens kijken van de zusters. Die hadden jij er wel gedaan of niet? Nee, we mochten er niet op. Nee, dat ik was een heel braaf kind. Nee, die neemt ook geen koptoos. Ja. Op Sturm oder Stein, dort ist Sonne und Stadt. Alles was zwart, alles was NSB en hakenkruisen, oh god, en alle winkels, het was gewoon heel, ja, angstaanjagend.
met de Duitse muziek erop. Oh, en wij waren toen 6 jaar, 6, 7 jaar. Dus dat maakte zo'n indruk, afschuwelijk. Ja. En aan die kant van de straat, daar gewoon in de straat, daar zat de Joodse familie. Die hadden Paul Kender. Nou, en die hebben ze, de Duitsers, naderhand zijn ze opkomen laaien. En die hebben nooit meer teruggezien. Ja. Ja. Wat gebeurt. Ja. Ik hoorde dan in de nacht mensen roepen van, ik heb ze al gezien. En ik ben toen maar te voet de Oerlense Straat en de Groenstraat. En totdat ik bij Bert Kolen, café bekend, café Broekhoven. En daar kwam ik de eerste tegen en dat was een, ja, kan ik niet onder woorden brengen wat dat voor een ontmoeting was. En we kregen het eerste sigaretje waar we allemaal dol van werden. We hebben de bevrijding heel intens gevierd. Ook gingen we aan de slag om mensen te ondersteunen en werd kleding verzameld en gesorteerd en uitgedeeld. En je bewaart het lang, hè? Je geeft het nooit af, hè? Je mag het nooit niet wegdoen, want het is voor het nageslacht. Je moet het door kunnen geven.